Ja, we zijn hier bij de familie Alders in Overloon. Wij doen hier voerefficiëntie meten met 20 RIC testbakken. Wij doen dat in samenwerking met CRV. Voor CRV is het van belang dat we ook praktijkdata binnen gaan krijgen van wat doen die koeien en dan ook heel graag van nakomelingen van onze stieren. We hebben op dit moment drie productiegroepen op ons bedrijf. Een hoogproductieve groep, een laagproductieve groep en een testgroep noemen wij het. Op die testgroep, ik zei al eerder, 20 voerbakken. Er staan op dit moment 42 koeien lopen daarop. Daar krijgen we dagelijks data binnen van de voeropname. En niet te vergeten, ook hebben we nog twee waterunits staan. Wordt ook de wateropname en verbruik wordt ook dagelijks geregistreerd. We hebben de selectie gemaakt tussen 90 en 150 lactatiedagen. Die koeien zitten in de testgroep. Dat komt dan in de praktijk ongeveer op neer dat de koeien instromen in de hoogproductieve groep. Na verloop van tijd, als ze die 90 dagen ongeveer bereiken, zullen ze naar de testgroep gaan. Aan het eind van de testperiode, van zo'n 2 maanden, dan zullen ze uitstromen. Zo roleert dat eigenlijk het hele jaar door. Zo is het idee, de intentie om de gehele veestapel gedurende een jaar 2 maanden aan de voerproef mee te laten doen. Maar we denken dat er zeker een genetische component zit. En als we die gegevens kunnen gebruiken om betere fokwaardes van onze stieren te berekenen, dan denk ik dat de hele melkveehouderij daarmee gebaat is als we naar een meer efficiënte veestapel willen. Met het praktijkbedrijf. We beginnen echt met een praktijkbedrijf zoals we hier bij Alders doen. Daar zijn we denk ik uniek in. Dat zie je nog nergens in de wereld. Dat is wel het mooie, denk ik, dat wij als CRV hiermee kunnen starten. Het is toch de helft van je kosten om een liter melk, om een kilo melk te produceren, zijn toch voerkosten. Ik hoor soms getallen van 10 tot 20% efficiëntere veestapel. Als je dat kunt realiseren, dan betekent dat ook dat je aan de kostenkant dus 10 tot 20% kunt besparen. Zo kun je toch tot een efficiëntere en toch gezonde productieve veestapel komen. Dat is uiteindelijk het streven.